Nicolai, allereerst hartelijk welkom bij NAC. Kun je even vertellen hoe het allemaal gegaan is voor jou? Nou ja, in eerste instantie dankjewel. Hoe het allemaal gegaan is, ja. Uiteindelijk kwam een gesprek met Jelle Terola. Via een beetje gehoord. Via Mats Zeuntjes, Owen Wijndal een beetje gehoord. En daar kwam ik in contact met Jelle. Nou ja, telefonisch contact gehad, app contact. En zo is het een beetje gaan lopen. Toen alles via zaakwaarnemer geregeld. Dat zijn allemaal dingen waar ik me allemaal niet mee bemoei. Volgens mij is het nu 3 weken geleden dat ik een contract heb getekend. En vandaag sta ik hier op de eerste training, buiten. Hoe belangrijk is Jelle voor jou geweest in je keuze? Nou ja, uiteindelijk de doorslag geweest. Ik ben bijna dagelijks in contact met hem geweest. Dat is eigenlijk de grootste doorslag geweest dat ik hier naartoe ben gekomen. Puur door het contact dat we met elkaar hebben gemaakt, zeg maar. Frisse start denk ik vandaag. Hoe was de dag? Hoe was de training? Nou ja, voor mij speciaal omdat ik al ruim 8 weken niet op het veld heb gestaan door mijn blessure. Dus voor mij was het extra speciaal. En als je dan ziet dat het gewoon, ik sta weer in het goal, het voelt vertrouwd, vertrouwen in mijn arm. Ja, uiteindelijk, ja, weet je, ik ben keeper. En als ik dan kan keepen, ja, dan ben ik de blijste persoon op de aarde. Je zegt wel, je hebt inderdaad een armblessure gehad. Ben je daar helemaal van hersteld inmiddels? Inmiddels wel, ja. Ik heb vorige week ben ik voor de laatste foto naar de dokter toe geweest. En die zei dat de arm officieel gezond is. En dat hij gewoon alles kan hebben nu. Dus ik ben de afgelopen 3-4 weken elke dag in het krachtdom geweest. En aan de gang gaan met mijn arm. En betaalt zich nu uit. Je bent op huurbasis geweest bij Os. Hoe was dat seizoen voor jou? Ja, beste keuze die ik ooit gemaakt heb in mijn carrière tot nu toe. Ik denk uiteindelijk is het goed voor mij geweest om een keer een stap opzij te maken. Om dan vervolgens weer 2 stappen vooruit te maken. Als je ziet, nou ja, daarom ben ik ook hier naartoe gekomen. Is NAC geïnteresseerd geraakt in mij. En hoe het seizoen is gegaan. Volgens mij zegt het wel genoeg waar we in eerste instantie zijn geëindigd. Uiteindelijk als ik kijk naar mijn eigen spel, ja, daar heb ik gewoon een fantastisch seizoen gehad. Weer 3 keer genomineerd, 11 keer de 0. Dus als je kijkt naar die statistieken, ja, heb ik gewoon een goed jaar gehad. Hoe zie jij komend seizoen voor je? Nou ja, laten we vooropstellen dat promotie het meest belangrijk is. Ik wil gewoon belangrijk zijn voor het team in mijn eigen rol als keeper. Uiteindelijk is mijn eerste doel gewoon de bal tegenhouden. En ik denk dat het belangrijkste is. De rest moeten de spelers zelf doen. Kijk, ik kan geen bal erin schieten, dat kan ik niet. Ja, kan ik wel, maar dat ga ik niet doen. Alleen, voor mij is mijn doel is gewoon lekker de ballen tegenhouden. En zo vaak mogelijk de 0 houden, dan gaan we winnen. Ik zat even te kijken naar de training, maar je was wel flink aanwezig, hè? Voorbaal, dat je flink aan het coachen was. Ja, maar zo ben ik altijd al geweest. En ik denk, ook al kom je bij een nieuw team terecht, ik denk dat je gewoon jezelf moet blijven. En uiteindelijk hetgene doen wat goed bij je past. Nou ja, en dat past goed bij mij. En nogmaals, kijk, ik ga niet veranderen omdat ik nu in één keer bij een andere club zit. Of ik nieuwe spelers ken of nieuwe spelers ontmoet. Ja, dat trekt me niet zoveel van aan. En ze mogen me of ze mogen me niet. En ja, weet je, uiteindelijk moeten we het met elkaar doen. Ik blijf lekker zoals ik ben en veel coachen, veel praten en de ballen tegenhouden. Lekker knallen komend seizoen. Knijthard knallen.